Smaakdirecteur Philippe van Kouteren weet alles van kunst, maar wat weet hij over jazz? Talking all that jazz. Talking all that jazz. Dat is de mooiste vraag die er is. Wat is jazz? Ik ben daar ongelooflijk jaloers op. Muzikanten tout court, maar zeker op jazzmuzikanten. Omdat in die muziek eigenlijk alles verenigd is. Dat is een manier van leven, dat is een manier van zijn, dat is een manier van denken. Dat is een oefening in vrijheid, dat is een oefening in om van die dingen te proeven waar ik alleen naar luisteren kan. En dat is jazz. Jazz Middelheim is het mooiste festival dat er is. Ik bezoek dat zeer vaak sinds mijn 15e. Een soort bedevaart eigenlijk. En wat ook mooi is, dat je dat festival ziet veranderen. Toen ik 15 was, zag je daar zo wat addicts. Zo jazz junks. En je ziet dat ondertussen dat het een festival geworden is waar heel veel mensen komen proeven van muzieksoorten, niet alleen jazz. Weet je, jazz predikt vrij, dus jazz moet ook een openheid hebben. En een jazzfestival moet een openheid hebben. En dat is het mooie, dat mensen zich daar samen terugvinden om zich te laten ontroeren, te beroeren, te laten verliezen door die muzikale, machete-achtige exploraties die muzikanten nu op dat moment geven. Wel, de artiest die ik er nu zou willen uitlichten, en misschien is het nog mooier dat ik het echt als een kunstenaar benoem, dan is het Ambroza Kenoussir. Ja, dat is ongelooflijk. Toen ik de eerste keer die muziek hoorde, ik was daardoor vastgepakt. Weet je, dat is een trompetist die schreeuwt en fluistert, die u meeneemt op melodische wegen, maar die ook kan meenemen in een soort sonore landschappen, weet je, die eigenlijk die muziek maakt voor mij, die ik niet alleen kan horen, maar die ik kan zien. Maar meer dan dat is het ook een kunstenaar met een engagement, die met zijn voeten in een werkelijkheid staat, die zijn muziek gebruikt om een boodschap te vertellen, die het heeft over het lot van Afro-Americans, die het heeft over strijden die nog moeten gestreden worden en die even belangrijk zijn als toen Max Roach er in de jaren 50-60 mee bezig was. En dat is bijzonder. En dat vind ik, weet je, dat hoor je niet in de muziek, maar het zindert. Dat engagement zindert in die muziek. En dat is fantastisch.